Hey, en superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik het met jullie hebben over CBD-olie, wat het is, waarvoor ik het zelf gebruik en wat het precies doet, wat de effecten ervan zijn, voornamelijk ook. Ik gebruik nu al een hele aardige tijd CBD-olie, met name als je mijn video hebt gezien over burn-out, daarin heb ik het ook al over de CBD-olie. En ik dacht, het is misschien handig om een aparte video erover op te nemen, want het is best nog wel wat informatie en wat doet het nou eigenlijk? Dus het leek me leuk om daar gewoon echt wat dieper op in te gaan. Ik gebruik dus al een tijd CBD-olie nu. Sinds mijn burn-out, omdat ik merkte dat ik toch wel wat restverschijnselen had. En dan heb ik het over slecht geheugen, moeilijk uit mijn woorden kunnen komen. Dan heb ik het over lage concentratie, heel moe nog zijn, toch nog wel. Dus vandaar dat ik het ben gaan gebruiken. En ik heb daar echt superveel baat bij gehad. En daarom wil ik het dus graag met jou ook delen wat het doet en wellicht kan het jou ook helpen. Ik zit in een Facebookgroep van de eigenaar van wie ik de producten bestel. En in die Facebookgroep zie ik en lees ik al dat het echt voor van alles wordt gebruikt. Het wordt gebruikt voor kanker hoofdzakelijk. Dit is overigens een disclaimer, dit is geen medische video. Ik ben geen arts, dus wil je weten of het voor jou helpt, zoek dan informatie op. En ik kan je eventueel de Facebookgroep ook doorgeven als je me een berichtje stuurt. Maar ik ben geen arts, dus ik ga niet zeggen als je kanker hebt, moet je dit gebruiken. Nee. Of als je iets anders hebt, moet je dit gebruiken. Nee. Je kunt het gebruiken. Aan jou de verantwoordelijkheid om het uit te zoeken en of je daaraan wilt, of je eraan gaat beginnen. Of je het de kans gaat geven. Goed. Dat even gezegd te hebbende. Mensen met kanker hebben er baat bij. Mensen met huidproblemen, eczeemproblemen hebben er baat bij. Kinderen met ADHD of volwassenen met ADHD hebben er baat bij. Mensen met depressie hebben er baat bij. Burn-out, stressgerelateerde klachten, die hebben er allemaal baat bij. Ik zie echt van alles voorbij komen op die Facebookgroep. En bijna iedereen is er te spreken over. Mensen met neusklachten. Je hebt nou ook, er is een neusspray op de markt met CBD-olie. Waardoor je dus minder klachten aan je neus en je holtes hebt. Er is gewoon van alles. En voor heel veel mensen werkt het. Nog een andere disclaimer. Ben je sceptisch erover? Helemaal prima. Klik gewoon de video weg. En it's all good, weet je. Ik hoef geen comments op deze video over dat het niet goed is of wat anders. Dit is puur een informatieve video en om jou van informatie te voorzien. Dus ik zou het heel erg appreciëren als je het ook op die manier oppikt en interpreteert. Goed, CBD-olie. Wat is het nou eigenlijk? CBD is een onderdeel van de cannabisplant. En ik weet niet het exacte proces natuurlijk, hoe de olie wordt verkregen. Maar ik weet wel dat je de topjes gaat knippen en dat je van, een product van de cannabisplant ga je dus de olie ook maken. Over het algemeen is het zo dat er in CBD-olie geen THC voorkomt. Dat is althans de bedoeling en de eis. Van CBD-olie, dat er nihil tot geen CBD of THC in voorkomt. THC is namelijk de stof die ervoor zorgt dat je de stof die ervoor zorgt dat je toch wel de werkelijkheid anders gaat ervaren en dat beelden zich kunnen gaan vervormen. De stof waar je echt een beetje van gaat trippen, om het zo maar te zeggen. Dus daar hoef je geen zorgen over te maken dat gaat gebeuren wanneer je gewoon enkel CBD inneemt. CBD zelf zorgt er namelijk voor dat je gewoon rustiger wordt, kalmer wordt. Althans, ik noem nou de voordelen op die het bij mij natuurlijk heeft gebracht. Ik werd er rustiger van, kalmer van. Over het algemeen kunnen we best wel last hebben van kritische stemmen in ons hoofd. Die worden echt kalmer en rustiger en gaan wat meer naar de achtergrond. Daarnaast is het zo dat ik gewoon echt een stuk meer concentratie heb, beter uit mijn woorden kan komen, beter geheugen ook heb. En daarvoor, dat zijn de dingen waarvoor ik het toch echt wel heb gedaan.
Het zorgt er, ik denk dat ik het op deze manier het beste verwoord, het zorgt ervoor dat jij gewoon minder somber bent. Dus het haalt met name de scherpe rand af van de wat zwaardere emoties die je in het leven kunt ervaren. En daarom helpt het dus ook, kan het dus ook heel erg helpen bij mensen met depressie. Hoe neem ik het in? Wanneer je het bestelt, dan krijg je gewoon een flesje opgestuurd met een apart pipetje erbij. En ook nog het doosje waar het in hoort te zitten. En ik weet eigenlijk niet waarom ze een apart pipetje erbij doen. Het is wel zo dat de pipetjes verschillend zijn. Dus misschien dat het daarmee te maken heeft. Ik gebruik over het algemeen gewoon het pipetje wat al in de verpakking zit. Hoe ik het gebruik is dat ik 's ochtends als allereerst naar beneden ga. En dan pak ik een glas water, zet ik vast klaar. Dit is wel heel erg belangrijk. Met name de eerste paar weken dat je het gebruikt omdat je lichaam kan gaan ontgiftigen. En dat houdt dus in dat je nadat je het gebruikt hebt best wel last van hoofdpijn kunt hebben. Water zorgt er dus voor dat, dat die hoofdpijn gewoon er niet komt omdat de afvalstoffen meer door je lichaam worden afgevoerd. Ik pak dus een glas water en zet ik alvast klaar. En daarna pak ik 3 tot 4 druppels. Iedere ochtend en avond. Dus dit is iets wat ik 's ochtends doe. En ook iets wat ik iedere avond dus weer doe. En als ik de druppels heb ingenomen, dan laat ik ze een minuutje ongeveer onder mijn tong inwerken. Een minuutje, anderhalve minuut. Onder je tong zitten slijmvliezen en die nemen de CBD-olie goed op. Beter dan je maag, daarin wordt het vaak afgebroken. Dus vandaar dat er geadviseerd vaak wordt om het even onder je tong te laten opnemen door je lichaam. En daarna slik ik het resterende gewoon door en dan drink ik mijn glas water op. En vervolgens heb ik er eigenlijk de rest van de dag heel erg veel baat bij. En ik neem het ook 's avonds in, omdat dat helpt bij een wat rustigere nachtrust. Ik heb over het algemeen best wel last van nachtmerries kan ik hebben of van hele heftige levendige dromen. En daardoor slaap ik gewoon minder goed, slaap ik wat onrustiger en ook minder vast en diep. En als ik dit gebruik, dan merk ik daarin toch wel echt verschil. En dat ik gewoon, doordat ik overdag wat rustiger ben, hoef ik 's nachts minder te verwerken in mijn dromen. Dus dat vind ik heel erg prettig eraan. Het is dus absoluut geen drugs of wat dan ook. Het is gewoon, voor mij is het puur gewoon een medicijn. Zoals dat de één paracetamol inneemt, neem ik dit in. Het is een medicijn. Het heeft verder helemaal geen kwade intenties of geen kwade uitwerkingen. Ik heb er echt alleen maar voordelen van ondervonden als ik het gebruik. En eigenlijk helemaal geen nadelen op die hoofdpijn in het begin na dan. Maar goed, daar is ook wat tegen te doen. Dus ja, weet je, ik vond het echt een super product. En ik sprak er toevallig toen straks nog met iemand over. Vandaar dat ik deze video ook opnam. Dat ik dacht van, ik kan er eigenlijk wel een video over opnemen. En toen zei diegene ook van, dat klinkt echt als een klein wondermiddel. En ja, zo ervaar ik het ook. En heel veel mensen met mij ervaren het ook zo. Dus ja, ik kan het echt alleen maar iedereen aanraden. Vandaar dus ook dat ik deze video maak. Omdat ik er gewoon mega enthousiast over ben. Er zit verder geen sponsoring, belang, reclamebelang of wat dan ook achter. Maar gewoon puur mijn eigen enthousiasme. En dat het mij gewoon heel erg heeft geholpen. Dat ik dus ook hoop dat het jou gewoon kan helpen. Wat ik nog vergeten ben erbij te vermelden is dat je verschillende doseringen hebt qua percentage CBD-olie. Het gaat meestal vanaf rond de 1 of 2% en dan heb je 5%, 10% en volgens mij 15 ook of zo nog precies. Exact weet ik het niet. Zelf gebruik ik de 5%. Dit is ongeveer wat de meeste mensen toch wel aangeraden wordt. Wanneer je niet hele heftige problematieken hebt, om het zo maar even te zeggen. Anders zal waarschijnlijk een hoger percentage aanbevolen worden. Aangeraden worden. Maar goed, zelf heb ik heel erg veel baat bij 5%. Daarom wil ik je dus ook echt die Facebookgroep aanraden wanneer je interesse hebt. Omdat daarin je echt vragen kunt stellen met betrekking tot jouw situatie. En advies kunt vragen van wat heb jij nodig in jouw situatie? Want iedere situatie is natuurlijk weer anders. En mocht je het gaan gebruiken of willen gaan gebruiken, ik bestel altijd mijn CBD-olie bij CBD-land.
En wil je het nou gaan gebruiken of uit gaan proberen, dan heb ik ook nog een kortingscode voor je. Die zal ik ook wel even in de beschrijving zetten, waardoor je 10% korting krijgt op je bestelling. Dus ja, ik hoop dat ik je ermee heb kunnen helpen met deze video. Zoals ik al zei, mocht je nog vragen hebben, laat me natuurlijk weten. Ik beantwoord ze heel erg graag. En dan zie ik je heel erg graag weer volgende keer terug bij een nieuwe video. Doeg!